Bedankt dat je van zo ver gekomen bent vanuit het Oostkanton en hier bij ons het zalffeest in te luiden. Fijn dat jullie hier zijn. En met deze kleine kerk willen we toch ook bidden en onze Antonius eer aandoen en ons wat laten inspireren door zijn leven. Laat ons gemeente bruiloft vieren. Staat voor de eredienst gereed. Wij komen hier in lief en leed. In geest en waarheid bidden wij. Laat Christus in ons midden zijn. Bescherm mensen en dieren die leven in uw natuur. En leer ons eerbied hebben voor uw schepping. Dat wij voor elkaar geen bedreiging zijn, maar u loven in onze omgang met elkaar. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Is het een van de dieren, en geef mij dat voor mijn grootdier. En is er ook een leiding van het atoomschuur, dat gebeurt daar. En dan kunnen we op zijn Gregoriaans onze verbondenheid met elkaar vieren. Mogen de Heer die alleen vandaag, alleen ons leven, met ons zijn, ons zegenen en ons krachtig maken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank voor uw aanwezigheid. En gaan we heen in vrede die buiten, maar met samen. De zalvenkermis, dat is de grootste en straks ook de meest uitbundigste viering voor Sint-Antonius hier in de kerk. En voor de mensen die nog mee zijn met hun gewijde geschiedenis, die weten dat na de heilige mis die wordt gedragen. Natuurlijk, om de erkentelijkheid te betuigen van een heilige Antonius, er een offergave verkoop is. En daar gaan we nu mee beginnen. Dan geef ik het woord aan Mick, aan de kerk van Mick. Cozy, cozy. Allemaal hartelijk dank voor uw komst. Dan gaan we nu beginnen en we starten met een, zoals de traditie het hoort, met een varkenskop. De varkenskop! Een hele varkenskop, wie zit je varkenskop in? Wie zit je in? Niet meer allemaal tegelijk, één voor één is genoeg. De varkenskop. 10. 10 euro. 15. 15 euro. 15. 20. 25. 50. 50 euro. 50 voor de varkenskop. 50. 60. 60. 60 voor de varkenskop. Wie nog? Voor de, wie nog? Meer dan 60. 70. 70 voor de varkenskop. Ik heb 70 eerste keer voor de varkenskop. 75. Ik heb 75 voor de varkenskop. Nog iemand? Niemand meer dan 75 voor de varkenskop. Ik heb 75 voor de varkenskop. 80. Ik heb 80 voor de varkenskop. 80 voor de varkenskop. Eerste maal 80 voor de varkenskop. Niemand niet meer? Verkoop. 80. Bedankt. Een kilo bellen. 15 euro. 15. 20. 20. 20. 40. Een lekker, lekker groot zalvenbrood. 40 euro. Niemand niet meer. 45. 45. 35. 35 kopje mosterd en vodka. Niemand niet meer dan 35. Niemand? Verkoop. Ik weet niet dat het bij elkaar past, maar in ieder geval, het zal wel smaak.
varkenspoten en twee doosjes snoep. Varkenspoten en twee doosjes snoep. Wie zit dat in? 10 euro. 10. Niemand. Niemand meer dan 10 euro voor die varkenspoten. 15. 20. 20. Een hele bol trevistigas! Rechts van de trappisten, schoon ingepakt, een hele bol, 2 kilo. 10 euro, 10 euro voor die trappistenkaas. 15, 30, 30 voor die bol trappistenkaas, 2 kilo trappistenkaas. 35, 35 voor 40, 40 voor de trappistenkaas, niemand neemt meer dan 40, 45. 50, 50 voor een bol trappistenkaas. Niemand niet meer dan 50. Ik heb hem mis. Niemand. 50 euro. Verkoop. 25. Niemand niet meer dan 25. Voor de varkenspoten en de kaas. Niemand. Verkoop. Varkenspoten, ze zijn goed gewassen. Je kunt ze direct in de soep doen. Van links is er altijd de prijs. En het is van de eigen oorsprong getekend. Het is gedeeld uit deze kapel. Je hebt er een grote stok van. En een prisma. Ja, het is de laatste. 20 voor de worstenbronnen. Niemand meer dan 20. Niemand. Verkoop. 25 voor de boerenweskes. Dat is veel te weinig, dat is veel te weinig. Wie gaat er meer geven voor de boerenmeskes? 30, 35, 35, dat kunnen niet voor de meskes gaan. 35, 35, 40 euro voor de boerenmeskes. Opnieuw een varkenskop, we zijn begonnen met een varkenskop en we stoppen met een varkenskop. Je mag de mijne pakken of je mag deze pakken, dat is al juist hetzelfde. Wie biedt er op die varkenskop? Ik zou zeggen 25 euro voor te beginnen. 30. 30 euro. Wie nog? Wie nog meer dan 30 euro? Oh jongens, kom aan. 35. 35 daar voor de varkenskop. 40 voor de varkenskop. Wie nog? 45. 45 voor de varkenskop. 70. Allee, 70. Ja, moet ik hem laten gaan voor 70? Allee, pak dan 80. Voilà. 80, dan zijn we er op. 80, niemand meer. Verkoop. Bedankt allemaal. Bedankt. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. 85. Sorry, sorry. Ja, wat hard te roepen, dan hoor ik dat ook. Hè. 85 euro. Nog iemand meer? Niemand? Niemand meer dan 85? Valari. Dat is met plezier gedaan. Allemaal bedankt. Hopelijk zien we u volgend jaar terug. En ik wens u allemaal nog een prettige dag. Thank you.
gehad. Ja, dat kan wel. 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 Ja, d